Dag kijkers thuis, vandaag het tweede debat. Vorige week hebben we een mooi debat gezien tussen beide heren. We gaan nu weer beginnen met het volgende debat. Ik wil toch nog eventjes voor de mensen die het gemist hebben vorige week, nog even de deelnemers vandaag aan u voorstellen. Guy Erkens, wie is Guy Erkens? Mijn naam is Guy Erkens dus, ik ben 28 jaar, ik ben woonachtig in Landgraaf. En ik voer het woord namens het burgercomité Zelfstandig Landgraaf. En ik neem de stelling in om tegen herindeling te zijn. Dankjewel. Liam Rumkens. Ik ben Liam, ik ben 22 jaar, momenteel rechtenstudent in Nijmegen, maar ook afkomstig uit Landgraaf. We hebben de vorige keer gezien dat het debat een beetje... Ik had toen gezegd van iedereen krijgt ongeveer een minuut de tijd om een vraag te beantwoorden. Vervolgens iedereen weer een halve minuut om daar een tweede termijn op in te gaan. We gaan dat nu wat langer doen. Ja, ik bedoel, we hebben zelf kunnen constateren dat het niet helemaal gelukt is. Dus we gaan het vandaag ook een beetje soepeler houden zoals de vorige keer. Ik zou zeggen, Guy, vraag 1. Ja. De eerste vraag voor jou, Liam. In de toelichting op het herindelingsvoorstel worden veel holle frasen gebruikt die nergens waar worden gemaakt. Gedeputeerde staten van de provincie Limburg hebben het herindelingsontwerp Landgraaf Heerle vastgesteld. Door de herindeling ontstaat een robuuste gemeente van bijna 125.000 inwoners, die in staat is de huidige en toekomstige maatschappelijke, economische en ruimtelijk fysieke opgaven effectief op te pakken. De provincie acht het tot stand komen van de nieuwe gemeente zowel van groot belang voor de toekomst van de inwoners van Heerlen en Landgraaf, als ook voor de gehele regio Parkstad. Er zijn geen enkele concrete bewijzen dat de fusie problemen gaat oplossen. Mijn vraag nu is, heeft u die bewijzen wel? En waarom wilt u geen referendum laten plaatsvinden? Goed, we kunnen over bewijzen kunnen we heel stellig zijn. Kijk, je kan bepaalde dingen in de toekomst kun je niet garanderen. Maar er zijn een paar concrete dingen die je wel kan garanderen. Wat we bijvoorbeeld kunnen garanderen is dat als er gefuseerd wordt, er 1 burgemeester minder zal zijn. Dat is een besparing van 1,5 ton. Er zal ook een minder aantal raadsleden nodig zijn, waarbij ik moet opmerken dat in de nieuwe gemeenteraad er evenredig gestemd zal worden. Die pariteit zal niet helemaal opgaan, maar ja, we hebben hier kleine regio's. Dat is een hele ook zo, de verdeeldheid is groot, maar je kan, hebben gezien, in Kerkrade bij Eigelshoven, toen Eigelshoven bij Kerkrade kwam, een grote vuist maken, ook als een wat kleinere regio, in die nieuw te vormen gemeente. Er zijn dus zeker schaalvoordelen te behalen die gewoon feitelijk vast liggen. Er wordt van 2 besluitvormingsprocessen gaan we terug naar 1, waarin de Landgraafse burger ook gewoon nog altijd vertegenwoordigd zal worden. Er zijn besparingen op wethouders. Dat brengen we ook terug naar een bepaald niveau. Er zijn zeker wel al hele concrete voordelen. Nou ja, dat wil niet voor iedereen zeggen dat die even belangrijk zijn. Maar het is wel niet zo dat er geen voordelen zijn te benoemen of niet te bewijzen. Dan terugkomend op het referendum. Ja, wat ik nou kan zeggen is, wij houden niet per definitie een referendum tegen. We hebben daar niet echt een standpunt over gevormd, vooralsnog. Maar het punt is dat wij wel duidelijk vanuit de juridische achtergrond mee bekend zijn. Als er nu een referendum komt, zal een referendum moeten zijn op provinciaal niveau, waarin de gehele provincie daarover een mening zal hebben. En dat houdt niet meer enkel op bij de burgers van Landgraaf. Een referendum binnen de gemeente Landgraaf zal geen effect hebben. Zou oorspronkelijk al een raadgevend referendum zijn geweest en geen bindend referendum. Maar zal ook geen directe invloed kunnen uitoefenen bij provinciale staten verder dan wat we tot nog toe gedaan hebben. En ook dat referendum zal weer veel geld kosten, zoals de eerdere advocatuur inhuren en andere zaken die er bewerkstelligd worden. En dat zijn kosten die misschien voor een gemeente die het niet even breed heeft in de financiën, niet altijd even handig zijn. Dankjewel, Lia. Guy? Ja, u heeft het over kosten, over advocatuur en over de laatste gedeelte hang ik gewoon in 1 keer op in. Kijk, dat gemeenteraadsbesluit van 6 januari om te beslissen om tegen herindeling te zijn, dat stond vast. En als u zegt de advocatuur die het met zich meebrengt over deze herindeling kwestie, over het hele circus wat gemaakt wordt, ja, als jij gewoon dat besluit geaccepteerd had, had je ook geen advocatuur nodig gehad. Was het hele proces niet nodig geweest. En ik draai hem ook nog eens een keer om. Stel nou, de gemeente had besloten om voor herindeling te zijn,
Ja, dan werd dat natuurlijk geaccepteerd door jullie. Dan was het wel democratisch geweest. Dan was het wel in orde geweest. Dan was er geen weerstand van jullie kant gekomen. Dus het is nogal heel erg dubieus als je gaat stellen dat de advocatuur heel veel geld met zich meebrengt. Dan denk ik dat je eerder ook eens heel goed in de eigen spiegel moet kijken en om te checken van, hey, als de gemeenteraad voor een herindeling had gestemd, had ik die advocatuur niet ingeschakeld, was dat ook niet nodig geweest. Ja? Maar ook als ik nu dat besluit gewoon accepteer, dat de gemeenteraad nee tegen herindeling heeft gezegd, zal je dat ook moeten accepteren. En dan kom je weer op het onderwerp democratie uit. Dit is ook hoe de democratie werkt. Je trekt dit graag naar de provinciale staten toe, maar je vergeet de burger en landgraaf. Je vergeet de landgraafse politiek. Je vergeet de mensen die hier wonen. Je kunt het wel naar een hoger niveau trekken, maar de mensen van Landgraaf wonen nog altijd in Landgraaf. En die hebben het grondrecht om gewoon te spreken via een referendum. U geeft ook aan dat u niet per se tegen bent tegen een referendum. Dat vind ik een hele mooie en bijzondere opmerking, want die uitnodiging nemen wij heel graag aan om daar eens met elkaar over in gesprek te gaan. U geeft wel de juridische kant vanuit uw beleving aan van referendum, maar ik weet zeker, als ik uw woorden nu zo hoor, dat je vanuit de burgerlijke kant en vanuit normen en waarden, weet ik zeker dat jullie wel bereid zijn om over een referendum te praten. Ja, maar meneer heeft het wel over een referendum op provinciaal niveau en niet op gemeentelijk niveau. Ja, ja, maar dan stellen wij toch nog steeds het gemeentelijke niveau voor. Want als je het steeds naar maar een hoger niveau... Maar dat is niet rechtvaardig, zei je. Rechtmatig eigenlijk. Ja, maar ja, wat niet rechtmatig is, is dat het gemeenteraadsbesluit wordt genegeerd. Ja, u bent niet met mij in discussie, dus dankjewel. Ik zou Lian nog even het weerwoord op kunnen geven. Ja, kort, ik kan daar vrij kort in zijn. Kijk, ten eerste blijft u met uw burgercomité, want dat komt u heel goed uit. Het oorspronkelijke per motie aangenomen besluit weigeren in te zien dat het bestaat voor een bredere fusie. Dat is heel jammer dat jullie dat blijven weigeren. Dat is ook niet heel democratisch. U zegt, het is niet democratisch. Als het voor was geweest, dan hadden jullie niks gezegd. Het punt is, dat al was het voor geweest, zelfs dan, dat zou een beetje raar zijn geweest, maar het had technisch gezien, als jurist, het had gekund, dat de provincie had gezegd, we starten toch alsnog zelf, dan hadden ze bijvoorbeeld kunnen zeggen, Landgraaf en Heerlen hebben besloten zelf, die zijn samen gaan fuseren, had de provincie kunnen zeggen, weet je wat, wij vinden dat zo'n goed idee, maar wij starten ons eigen initiatief, en we betrekken dan, ik noem maar wat, kerkraden daarbij, hadden ze gewoon daar overheen kunnen trekken, omdat hun traject is een losstaand traject, wat u en ook de mensen die daar zoveel geld aan het verspillen aan zijn, niet lijken te begrijpen, is dat die trajecten losstaan van elkaar. Wat de gemeenteraad in Landgraaf besloten heeft, dat is inderdaad aan de gemeenteraad in Landgraaf. Maar onafhankelijk daarvan heeft de provincie altijd het recht, en dit zeg ik even als jurist zijn, niet als stichtingslid, de provincie behoudt altijd het recht om dat traject in te zetten. Of wij dan nu voor zijn, tegen zijn, links, daar moeten wij wel bij gehoord worden, zo zit die wet ook in elkaar. Maar het is niet zo dat de provincie dat traject nooit had kunnen inzetten. En waar nou een verdediging tegen wordt opgeworpen, en ook dan weer getracht wordt een referendum te organiseren op gemeentelijk niveau, is gewoon op een niveau waar de besluitvorming helemaal niet meer plaatsvindt. Dankjewel. Tot zover. Guy, ja, tevreden? Ja, misschien uiteraard niet. Maar we gaan verder. Lian, de volgende vraag. Goed. We zien beide dat Landgraaf in bepaalde mate een geslaagd project is geweest. U beweert dat Landgraaf prima zelfstandig verder kan. Bent u trots op Landgraaf? Zou u dan niet zeggen dat Landgraaf het voorbeeld is van een geslaagde fusie? Want Landgraaf bestond natuurlijk van tevoren ook niet voordat er zo'n gemeente samen zijn gegaan, waar ook destijds weerstand aangeboden is. En dit is een gemeente toch, zoals ik ook al heb aangegeven vorige week, waar de identiteit gewaarborgd is gebleven. Waarom zou dat niet in een bredere nieuwe gemeente kunnen blijven zijn? Waarom zou dat ook niet daar gewaarborgd kunnen blijven en kunnen blijven bestaan? Naast het gegeven dat u luchtkasteel aan het bouwen bent, nou, u stelt heel veel stellingen in wat als, en wat als dit, wat als dat, en dat, naast het gegeven dat u bezig bent met prognosefusie, want dat is de voorgestelde fusie, het is een prognosefusie, bent u nu appels met peren aan het vergelijken. De fusie van 1982... kan op geen enkele manier vergeleken worden met de voorgestelde prognosefusie van nu. De fusie van 1982 is uit 3 dorpskernen ontstaan, dat is u bekend. Ik spreek ook even graag van 4 dorpskernen, want Rimburg wordt nogal snel bij Uberhoven-Worms bijgevoegd, maar
ik wil graag Rimburg als ook een dorpskern beschouwen. Die dorpskernen, die hebben in die fusie, hebben ze de burger centraal gesteld. Ze hebben de burger laten horen in die fusie. En over de kernonderwerpen van die fusie waren de kernen, de dorpskernen, het met elkaar eens. De fusie van 1982 is een fusie geweest op gelijkwaardigheid. En ik ben blij dat u het onderwerp identiteit aansnijdt, want dat is ook een onderwerp waar veel over gedebatteerd is geworden. De identiteit van Landgraaf is juist in 1982 gevormd. Men zegt wel ook wel eens als voorstander van de fusie, is het niet zo dat je de identiteit ook niet toen verloren bent? Nee, Landgraaf heeft juist toen hun eigen identiteit gevormd. Landgraaf heeft de identiteit aangenomen van wij zijn Landgraaf. Dat is de identiteit die Landgraaf heeft gevormd met de fusie van 1982. De fusie die je nu voorstelt, die prognosefusie, die is niet gebaseerd op gelijkwaardigheid. Want je hebt hier twee partijen die het niet met elkaar eens zijn en ook nooit, maar dat ook nooit met elkaar eens zullen worden. Behalve op het gebied van samenwerking. Samenwerking in de regio. Dat is een norm en waarde die voor jullie goed is en die voor ons goed is. Dat vinden wij beide belangrijk. Dus als je al een goede verstandhouding wilt houden hier in deze regio, dan laten we vooral voor een gezamenlijke samenwerking gaan. Laat die burger horen via een referendum. Ja? En laat Landgraaf zelfstandig blijven, want wij kunnen niet opgaan in een andere gemeente. Als wij opgaan in een andere gemeente, raken we inderdaad onze identiteit kwijt. Want onze identiteit van Landgraaf is wij zijn zelfstandig Landgraaf. Laten we vooral die samenwerking zoeken met het door mij voorgestelde parkstedenmodel. Laten we dat eens gaan onderzoeken. Vorige week geopperd met het rechtse model eigenlijk, hè, had het vorige week ook over. Liam, even inhaken op wat Guy zei. Ik denk dat Guy, ik weet niet of Guy wel eens met mensen uit Landgraaf praat, maar ik ken eigenlijk niemand die zegt hier, als hij uit Landgraaf komt, ik kom uit Landgraaf, Winning van Landgraaf. Nee, Wis van de Voort, Laura Dorp, Abdissebos, De Kakert. Ja, we kunnen een heel lang lijst maken. Hè? We kunnen echt een hele lange lijst maken van waar mensen vandaan komen, welke identiteit ze daarbij voelen. En wat nog steeds gewaarborgd is gebleven. En u zegt, ja, toen zijn we samengekomen in punten om tot die nieuwe gemeente te komen. Nee, toen was er op exact dezelfde manier ontzettend fel verweer tegen de vormen fusiegemeente. En sterker nog, mensen die toen zijn opgestaan, staan nou vandaag aan de kant van de tegenkamp te schreeuwen, wederom, wij gaan op de barricades, net zoals toen. Aha, net zoals toen. Toen de gemeente daadwerkelijk gevormd is. En waar u nu zo trots op bent. Dat u die nu gaat verdedigen met hand en tand. En waar u bang voor bent. Om ook die gemeente dan toch weer te verliezen. Die gemeente waar u vooraf zozeer tegen was. Kie? Ja, ik geloof dat de heer Rumkens duidelijk het verschil tussen appels en peren niet weet. Want zoals ik net heb gesteld. De fusie van 1982 is op geen enkele manier te vergelijken met deze prognosefusie. Dus ik kan er nog verder over doorgaan, meneer, maar ik zal alleen maar nog meer argumenten gaan aanvoeren. En meneer Rumkens zal dan denk ik nog meer vanuit zijn emotie gaan praten. Nee, dus, ik zal er nog één reactie op geven, want het geeft mij een mooi moment dit eigenlijk. Het geeft mij een mooi moment. Het valt buiten mijn vragen, maar ik ga het toch stellen. Want u stelt dat die fusie, vergelijken met de fusie van vandaag, appels met peren vergelijken is. Ja. Nou zien wij heel veel krantenartikelen terug. Van het burgercomité, ook voorheen van het GBBL, waarbij studies worden aangehaald die te maken hebben met andere fusies van andere gemeenten. Nou, ik heb deze aantal van die zaken ingezien. Die studies die worden aangehaald zijn totaal niet te vergelijken met de situatie zoals die tussen Landgraaf en Heerlen staat. Al was het maar puur op de schaal om een gemeente van, zou je zeggen, 100.000 inwoners te vergelijken, die gaat fuseren met eentje van 5000 inwoners als voorbeeld te nemen. Of een aantal gemeentes die zo ver uit elkaar liggen dat ze elkaar nog niet kunnen zien met een verrekijker te gaan vergelijken met hier waar je een bal kan trappen van de ene gemeentegrens over de andere gemeentegrens en elkaar kan raken. Dat vind ik nog altijd een beetje jammer. Want u zegt hier heel duidelijk, we moeten niet appels met peren vergelijken. En dat is wat ik toch heel vaak hoor van het burgercomité. En dat wil ik toch even gezegd hebben. Dankjewel. Deze ronde is weer voorbij. Liam is aan de beurt geweest. Guy, de volgende vraag. Ja.
Koopman stelde in een statenvergadering van 10 februari dat de provincie er niet is om te doen wat de burgers willen, maar dat de bestuurders er zijn om te doen wat zij denken dat goed is voor de burgers. Het burgercomité vindt deze opstelling verwerpelijk en zeer, zeer ondemocratisch. In de raad hebben we leden van de vorige coalitie ook al eens horen zeggen dat ze gekozen zijn door de kiezers en dus het mandaat hebben om te doen wat ze denken te moeten doen. Zelfs tot en met het opheffen van de eigen zelfstandige gemeente. In zo'n belangrijke kwestie is het zaak de burgers te raadplegen. Waarom is men daar tegen? Ik zal daar even gelijk op inhaken. Want even het over het mandaat. Ik weet niet of u zal zich misschien als burger niet hebben ingelezen wat het democratisch mandaat inhoudt. Het democratisch mandaat houdt in, zowel in de Tweede Kamer, maar ook in de Raad, als in de Provinciale Staten, dat zij die gekozen worden om te vertegenwoordigen, vrij zijn om te vertegenwoordigen zoals zij dat willen. Eigenlijk zijn mensen ook niet eens echt gebonden aan politieke partijen. Want dat is eigenlijk een heel mooi iets, want uit uw eigen comité, Bart Smeets, zit ook nog altijd in de raad, heeft ook gebruik gemaakt van het vrije mandaat van kiezers die voor hem gekozen hebben als PvdA'er, om hem dan maar, om zijn eigen partij op te richten, op zijn eigen wijze, en daarmee volledig in strijd te gaan met hetgeen dat de kiezers die hem gekozen hebben, waarvoor ze hem gekozen hebben, zo ik weet niet hoeveel voorkeur stemmen die had, maar het zal niet genoeg zijn geweest om een zetel te hebben. Ik kan het mis hebben, dan mocht je me achteraf natuurlijk duidelijk corrigeren. Maar ook hij heeft gebruik gemaakt van zijn vrije mandaat. En dan toch zouden de andere mensen dat niet mogen. Als onafhankelijk orgaan niet. Het college van BNW mocht geen besluiten nemen, want dat was dan niet democratisch. Terwijl het een zelfstandig bestuursorgaan is. Provinciale Staten mag geen besluit nemen, want dat is ook niet wat niet met het burger voor het burgercomité oké is. Ook al hebben zij een vrij mandaat en zijn zij ook een democratisch orgaan. Zo kan ik een hele lange lijst verder gaan. We zijn zelfs bij de minister geweest die een brief teruggeschreven heeft aan het burgercomité. En ook de raad hier misschien nog wel een stapje te ver is gegaan. Maar elke keer worden die dingen niet erkend, behalve als het heel goed uitkomt voor de mensen zelf. Dat vind ik toch jammer. En ja, aan de andere kant komt het de mensen ook goed uit, maar ze maken wel gewoon gebruik van hun recht. En ik denk dat een ieder gebruik mag maken van dat recht. In dit geval dan, zullen we het even terughouden, heel simpel, op het vrije mandaat. Ja, ik hoor u heel veel over de inhoud praten, of in ieder geval heel veel inhoud geven, maar ik mis de aansluiting op de inhoud. En dat was ook bij de vorige vraag zo. Vragen die echt in mij opkomen als ik nu hoor praten, dan denk ik echt van, wat wil je nou echt bereiken? Ja, want je geeft heel veel inhoud, maar ik stel je de vraag waarom je tegen bent om bijvoorbeeld een referendum te laten houden. Die keuze en die uitslag van een referendum is 50-50. Zo'n referendum kan ook in jullie voordeel werken. Een referendum kan ook in ons voordeel werken. Ja? Als je ook nog stelt dat bijvoorbeeld een koopman zegt dat de bestuurders er zijn, dat zij doen wat ze denken dat goed is voor de burgers. Ze zijn er niet om te doen wat burgers willen, dat stelt Koopmans, maar de bestuurders moeten doen waarvan zij denken dat goed is voor de burger. En als voorstander van de fusie schaduw zich achter Koopmans, dus ik ga er even voor het gemak van uit dat u zich ook achter zijn stelling, achter deze stelling ook schaart. Nou, als we die stelling eens gaan koppelen aan de gemeenteraad van Landgraaf, want als we daar gaan zeggen dat de bestuurders er zijn om te doen waarvan zij denken dat goed is voor de burger, en dat men zich daar maar aan moet houden, dan had men zich aan het gemeenteraadsbesluit van 6 januari moeten houden. Dus ook al probeer je het naar de provinciale staten steeds te levelen, om dat niveautje hoger te gaan, maar die woorden van de heer Koopmans, en uw woorden, spreken u zelf eigenlijk tegen. Waarom worden die niet hier in de gemeenteraad van Landgraaf van toegepast? Waarom blijft u zich verzetten tegen een referendum, terwijl het referendum ook u de winst kan opleveren? Dat is nou echt de vraag die ik aan u heb. Waarom is dat dus? Doen jullie een gokje? Willen jullie het proberen? Het punt is eigenlijk vrij simpel. Want zoals u van mij zegt dat ik daar weiger op te reageren inhoudelijk op in te gaan. Ik ga erop in, maar u lijkt niet bereid te accepteren dat het is niet eens aan mij of ik daar voor of tegen ben. Het is gewoon feitelijk zo dat de besluitvorming op een hoger niveau plaatsvindt op dit moment. Het is feitelijk zo dat de mensen die dat besluiten op dat hogere niveau ook de situatie hier nu kunnen negeren. Daarnaast
blijft hij ook ontkennen dat er een stemming is geweest. Volgens mij was het 13 voor, dan zal het zijn 12 tegen, wat zal dat zijn? Waarbij met het CDA is besloten, per motie, om te onderzoeken naar een bredere fusie. Daar heb ik u eigenlijk helemaal niet over gehoord. Daar hoor ik u niet over, omdat het u niet uitkomt. U vraagt aan mij, ja, zal het dan niet zo zijn dat we de besluiten ook van de gemeenteraad moeten accepteren? Nou, ik zal u heel simpel zeggen, ja, wij moeten de besluiten van de gemeenteraad ook accepteren. Maar dan moeten we ook alle besluiten van de gemeenteraad accepteren. En daarnaast zeg ik u dat wanneer een hoger orgaan het lager orgaan overruled, dat gewoon is zoals ons systeem werkt. Dan hoef je daar niet het helemaal mee eens te zijn, maar het is wat er gebeurd is en dat is waar we nou mee te kampen hebben. Het heeft geen zin om daar eindeloos over te blijven bakkeleien. Dat is gewoon daadwerkelijk hoe het zit. Provinciale Staten heeft die bevoegdheid, heeft de bevoegdheid genomen. Ze hebben het uitgangspunt genomen. En ja, misschien vindt u dat niet eerlijk, maar ze hebben de motie als uitgangspunt genomen. En trouwens niet alleen de motie, maar ook de eerdere fusievoorstellen, die er ook gedeeltelijk zijn geweest voordat de oude coalitie er zat. Om te zeggen, ja, er is grond om te viseren. Het is beter voor die regio. Het is beter voor die mensen. Wij hebben een vrij mandaat. Wij maken gebruik van ons mandaat. We hebben de rechten die grondwettelijk verankerd zijn. En we gaan ze gebruiken. Goed. Ronde afgelopen. Ja, ik zou weer ook aan meneer Rumkens heeft in de voorgaande vraag zich toch nog de vrijheid genomen om toch zelf te reageren. Maar ik doe dat ook snel, zoals u dat graag wil. Weet je, meneer Rumkens, wat ik zo mooi vind, en dat heb ik wel nu op tafel gekregen, heel erg duidelijk uit uw antwoorden, is dat u zeker wel politiek ingekleurd bent. Dat is heel erg duidelijk. U weet er ook het hele fijne vanaf in uw beleving. Ja, volgens uw beleving heeft u de feiten daarover. U noemt de raadsleden bij naam. U noemt de partijen uitdrukkelijk bij naam. Dat wil ik toch even gezegd hebben, want dit debat is er voor de burger. Ik heb gesteld, politiek kun je niet uitsluiten, want het hoort nou eenmaal bij dit herindelingscircus. Ja? Maar ik vind het dan toch mooi dat hij toch wel de politieke kanten kiest. Want die politieke kanten zijn er zeker. Het antwoord op mijn vraag voor de referendum is niet geheel duidelijk geworden, maar dat is ook iets, daar zullen we niet uitkomen op dit moment. Ja, maar ik dacht dat de heer Rumkens dat toch wel duidelijk een antwoord heeft gegeven. Want nou, hij gaat het gewoon groter bekijken. Hij zegt gewoon dat, ja, dat kun je gemeentelijk niet meer doen. Nee, ja, nou, ja, dan lusten wij er nog wel een paar. En wat u ook aangeeft, ja, wie weet niet de raadsleden bij naam, wie weet niet de politieke partijen bij naam. Nou, ik weet de politieke partijen bij naam, maar ik ben hier voor de burger. Ja, ja. Ja, en ik merk toch ook wel, meneer, dat u rechtvaardigt zijn argumentatie. Dat mag u ook bij mij doen, maar voor mij is dat niet echt nodig. Ja, ja. Maar wat ik zo mooi vind, ik wil het voor de burger helder hebben. En ik wil voor de burger de stem geven en het recht geven om middels een referendum zijn en haar woord te laten geven. Of dat nou volgens u niet kan, omdat dat naar een hoger niveau wordt getild en dat dat maar zo is en dat dat maar feitelijk gezien volgens jou zo moet gebeuren. Ja, dan zeg ik van, het is maar hoe je het bekijkt. Alles is een verschil van perspectief. Laat het duidelijk zijn dat het burgercomité voor een referendum wil gaan en ook wil samenwerken hier in de regio. Met behoud van zelfstandigheid. Dankjewel. Ik zal er nog één, aangezien dit toch een... omdat ik vind het een beetje vervelend hoe de heer Erkens hier soms over bepaalde dingen spreekt en hoe hij dan dingen voor probeert te zeggen. U pakt mijn woorden en u geeft daar een compleet andere draai aan. Zeker omdat dat misschien de mensen thuis wat beter aan zal spreken. Ik vind het vervelend voor jou dat jij dat vervelend vindt. Maar helaas, deal er maar mee. Maar ik ben zeer beheerst. U bent daar niet, het klinkt een bepaalde felheid uit. Ik zeg alleen maar die. Maar u stelt, oh ja, hij zal wel politiek onderlegd zijn. Nee, ik heb ook eerlijk aangegeven, ik ben student aan de Radboud Universiteit. Ik studeer inderdaad, jammer genoeg, rechten. Dan ben je zo'n vervelend persoon, dan ben je zo'n mierenneuker. Wie zegt dat? Nou, dat zegt niemand. Maar u stelt dat ik politiek... beïnvloed zal zijn. Ik heb niet gezegd dat u een mierenneuker bent. Dat maakt verder niet zoveel uit. Het gaat er in wezen om dat de wet, zoals de wet er ligt, en zoals de wet gelezen kan worden, die bestaat. Er is geen inkleuring aan. Er is geen ja of nee aan. Dat is een probleem wat lokaal de GBBL ook heeft. Er is geen ja of nee aan. Er is een bepaald systeem. Dat werkt zo. Dat werkt wettelijk zo. Er is jurisprudentie over, die daarbij erkent dat dat systeem zo in elkaar steekt,
die ook zegt dat wat de gemeente Landgraaf hier geprobeerd heeft te doen, hè, de raad, waar men nou met het nieuwe college geprobeerd heeft, die actie die ze ondernomen had, zouden juristen, flink wat juristen hebben kunnen zeggen, nou, die actie zoals u die nu onderneemt, is kansloos. Daar wordt geld weggegooid aan zaken. En het heeft niks met politiek te maken. Dat is gewoon puur de wet. Dat is de wet kennen, de wet kunnen interpreteren. Ja, niet eens interpreteren, gewoon de wet kennen. Ik ga niet eens eromheen draaien. Het is gewoon zoals de wet gesteld is. Als u de wet leest, ik zal hem misschien een keer voor u uitprinten, kan ik hem aan u cadeau doen. He? Dan staat er in de wet, ARI, staat gewoon dat de provincie die bevoegdheid heeft. Dat ik voor de eerste en de laatste keer, want ik vind dat dat gezeur afgelopen moet zijn, de provincie heeft die bevoegdheid. Dat is geen politiek iets, hè, daar kun je niet over debatteren. Ja, daar kan in de Tweede Kamer over gedebatteerd worden of ze dat willen wijzigen en dan de wet willen wijzigen. Maar op dit moment is het nog zo dat de wet simpelweg stelt dat de provincie de bevoegdheid heeft die ze heeft. Dat ontkent u, op alle fronten. U ontkent dat de provincie die bevoegdheid heeft. Dat is antidemocratisch, dat is niet in lijn met ons parlementair stelsel. En ja, dit neemt een van mijn vragen eigenlijk direct over. Want het is niet alleen niet in lijn met ons stelsel, het is ook nog eens behoorlijk schadelijk voor de gemeente Landgraaf. Elke interactie die hier nou op die wijze gedaan wordt, daarbij maakt de gemeente Landgraaf zich op bestuurlijk niveau toch wel vijanden. En maakt ze zichzelf ook belachelijk. Daar is schade. Want u heeft het ook over samenwerkingsverbanden. U trapt de tafel om. Hè? U maakt sommige punten worden heel uitgemaakt alsof het Satan zelf zou zijn waar we mee samengeworpen worden. En u herkent daarbij niet dat er misschien een toekomst is waarbij de feiten anders liggen, waarbij de kaarten opnieuw geschud zullen moeten worden, waarbij misschien de mensen in Heerlen ook nog wel een mening zullen hebben over wat er gezegd is in Landgraaf, waarbij de rechter de wet ook zal moeten toepassen. Dat soort dingen, dat is voor u helemaal niet van belang. Zolang u maar kan roepen dat het allemaal niet goed is, dat u daar tegen bent en dat u er klaar mee bent. Maar toch zal de wet voorlopig prevaleren. Misschien voor u geluk zal het nog een keer gewijzigd worden alvorens een besluit er is. Maar ik waag eraan te twijfelen. Daarom zeg ik dus, dat is geen politiek geneuzel. Dat is de wet. Die heeft men uiteindelijk, hebben we die allemaal te accepteren. Of ons dat nou uitkomt, of ons dat dan nou niet uitkomt. Gie, we zijn een beetje afgeweken van de vraagstelling, maar ik zou zeggen, ga er wat verder. Goed. Kijk, ik laat me op de eerste plaats niet verleiden tot pure politieke uitspraken. Hè? Want er werd eerder gevraagd van, nou, hij heeft wel de namen van de politieke partijen, u niet. Ik weet zeker wel de namen ook de politieke partijen. Maar ik hou eens even op met dat vingerwijzen. Als de heer Reumkes met mij persoonlijk een robbertje wil uitvechten, dat kan. Maar dat doen we op een andere manier. Kunnen we best een afspraak voor maken. Het gaat er om de burger. En die stel ik centraal. Overigens, het gegeven dat hij dat vervelend vindt, ja, zo zei het. Hè? En als je dat zo vervelend vindt, nogmaals, vechten we persoonlijk eens een robbertje uit. Maar ik wil het hier hebben over de volgende vraagstelling. Althans, ik kan ook antwoord geven op die imago. Nee, maar gaan we gewoon verder met de volgende vraag. Ja. Landgraaf heeft enorm veel waar we trots op kunnen zijn. De voorstanders van herindeling benaderen Landgraaf als zelfstandige gemeente, vooral vanuit het negatieve. Waarom gaat er volgens u zo weinig goed in Landgraaf? Nou, ik zal zeggen, nou, gaat er zo weinig goed in Landgraaf? Nee, het is niet dat er zo weinig goed gaat in Landgraaf. Landgraaf doet inderdaad een aantal dingen heel goed. Het gaat erom dat er problemen zijn waar we niet zelfstandig meer mee kunnen kampen. En dat er politieke ontwikkelingen zijn geweest die zo dusdanig situaties hebben gecreëerd dat we niet alles eigenhandig zelfstandig meer kunnen doen, niet meer zelfstandig kunnen regelen. Maar we kunnen daarbij wel bredere zaken aanpakken. En dat is zeer zeker voor de burger wel belangrijk om dat ook centraal te stellen, dat de burger altijd nog zo goed mogelijk vertegenwoordigd kan worden, dat de burger nog altijd zo goed mogelijk verzorgd kan worden, geholpen kan worden, ondersteund kan worden. Dat is wat daar belangrijk aan is. En ja, we hebben hier in Landgraaf Pinkpop bijvoorbeeld. Kunnen we trots op zijn? Dan zou ik het alleen jammer vinden dat Jan Smeet zich heeft uitgesproken voor fusie. Nou ja, hij zal misschien nou niet op prijs stellen dat ik hem zo erbij noem, maar hij heeft het zelf uitgesproken destijds in de media. Hij vond Pinkpop makkelijker te regelen in een gefuseerde gemeente, et cetera. Minder besluitvorming heeft hij zijn mening over gegeven. Er zijn er meerdere instellingen die voor fusie zich destijds hebben uitgesproken. Ja,
Het is gewoon, daarbij staat de burger inderdaad centraal. Het is belangrijk voor die burger om tot betere besluitvorming te komen. Is het belangrijk voor die burger om beter zichzelf gevalideerd te voelen, ook in de politiek, hè, om zijn mening nog altijd naar voren te kunnen brengen, nog altijd invloed uit te kunnen oefenen. En ja, u heeft gezegd, dat zal niet, hè, het zal niet zomaar met de zomerzon verdwijnen, als we zelfstandig blijven. Dat is in bepaalde mate zal dat ook zo zijn. Maar ja, we hebben zaken waar we trots op kunnen zijn, maar we hebben ook zaken waar we hulp bij nodig hebben, waar we sterker in moeten staan. En het zijn gewoon problemen die, het is meermaals aangegeven, die we niet zomaar aan kunnen voorlopig. En daarom willen wij fuseren. Wij kijken naar de toekomst. Wij kijken niet alleen naar nu. We kijken niet naar het verleden. We kijken naar de toekomst. En als Landgraaf vandaag nog goed overweg kan, dat is mooi. Kan ze het over 3 jaar misschien nog? Ja, we hebben best wel wat reserves. Dus we kunnen dan, tot dan kunnen we het nog wel uitzingen. Maar daarna, als die reserves op zijn en er dan de rekening moet komen. En de rekening loopt nou op met de acties en interacties zoals ze geweest zijn. En die rekening, die kan maar op 1 plek komen, want daar kwam ze nou ook. Bij de burger. Want die reserves die wij hebben in Landgraaf, die reserves zijn heel mooi. Dat is een reliek, zullen we zeggen, uit oudere tijden. Hè? Destijds toen de GBBL bijvoorbeeld de gemeentepolitiek gedomineerd heeft, hebben we een lijn gekozen om die reserves op te bouwen. Maar die reserves zijn wel ten koste gegaan van investeren in de burger en investeren in de gemeente. En u heeft het gehad over de schulden van Heerlen. Ja, die schulden van Heerlen zijn hoog. Maar weet u waardoor die schulden van Heerlen hoog zijn? Omdat ze 1 ding doen wat er in Landgraaf al jaren niet meer gebeurd is. Ze investeren in de gemeente. Ze investeren in de burger. En als er mensen zijn die het nodig hebben, dan investeren ze in die mensen. En ja, dan pak je misschien een schuld. Maar die kunnen ze wel nog altijd terugbetalen. Liam, tot zover jouw slotwoord. Een goed pleidooi eigenlijk voor waarom Landgraaf moet fuseren. Ik zou zeggen, Guy, het pleidooi waarom Landgraaf niet moet fuseren. Ja, bedankt dat ik deze kans ook mag krijgen. Natuurlijk krijg je die, uiteraard. Dank je. Ja. Nou goed, kijk, wij als burgercomité zijn heel erg duidelijk geweest. En ik denk ook dat wij vanavond en in het voorgaande debat ook heel erg duidelijk zijn geweest over onze standpunten. Wij pleiten voor een referendum, dat mogen duidelijk zijn. Dat is de rode draad die wij graag willen verkondigen tijdens het debat. En dat is ook zo, dat blijft ook onze rode draad. Dat referendum komt er ook op de een of andere manier. Hoe dan ook, dat referendum gaat er komen. Dit hele circus, en ik blijf het maar circus noemen, want ondertussen wordt het zo. Dit is een guerrilla-strijd geworden. Dit is een strijd geworden waarbij het terrein Landgraaf is. En een guerrilla-strijd in Landgraaf gaan fusievoorstanders echt niet zomaar winnen. Die race die is nog verre van gelopen. Men doet al in de media alsof dat fusie, alsof die herindeling, alsof die er al is. Dat is verre van het geval. De voorstanders van de fusie hebben hier een marathon van gemaakt. En we zijn pas 100 meter onderweg. En de burger van Landgraaf, die de democratie beschouwt als een gegeven waarbij hij en zij het eigen mening mogen geven, die burger gaat winnen. Die burger gaat laten zien en die burger gaat opstaan. Want wat gebeurt er door deze propaganda die op dit moment gaande is? Het is sociale propaganda. Die propaganda is erop gericht om de fusie te doen lijken alsof dat de oplossing is waarmee Landgraaf de goede buur Heerlen mee kan redden. Maar dat is niet de enige oplossing. Ik heb al aangegeven dat er meerdere oplossingen zijn. Er zijn meerdere oplossingen. Kijk naar het parkstedenmodel wat ik heb voorgesteld. Laat dat eens goed onderzoeken. We hebben nog een volgende oplossing. De gemeenteraadsverkiezingen van Landgraaf zijn volgend jaar, 2018. Laat elke partij in zijn en haar verkiezingsprogramma het onderwerp herindeling aan bod komen. Laat het daarin opnemen. En de burger heeft zo nog voldoende tijd, want daar hebben we het eerder ook over gehad. Tijd is een heel relatief begrip. Ja, en dat is ook zeker wel een gevoelig onderwerp, vooral bij de herindeling. Maar de burger heeft dan zeker de tijd om zich in deze materie te verdiepen. En middels de stemming tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kan de burger door op de partij te stemmen waarvan hij en zij vindt, die partij vertegenwoordigt natuurlijk mijn belangen, maar die partij is bijvoorbeeld voor de herindeling en die is er tegen. En ook een van die twee partijen, daar wil ik op stemmen. Dan heb je ook feiten, dan heb je cijfers, dan heb je de mening van de burger. En ja,
als je dan toch tegen een referendum bent, dan kun je dat referendum overslaan. Laat dan de burger stemmen in die verkiezingsprogramma. Dus ik roep bij deze hier ook op voor de burger in Landgraaf om zijn en haar stem gewoon te laten horen. Sta in je kracht, sta in je gelijk, kies voor jezelf en laat vooral weten of je voor een herindeling bent of tegen. Dankjewel, Guy. Alsjeblieft. Goed eindbetoog. Liam, ook bedankt voor je aanwezigheid vorige week. Mooi gesproken deze week weer. U kijkers thuis, ja, we gaan naar een stevige strijd tegemoet. Hè. Dat wordt al een guerrilla. Het is een guerrilla-strijd. Guerrilla-strijd wordt daar gevoerd eigenlijk. De strijd is nog lang niet gestreden. We hebben binnenkort is er een hoorzitting in het Streperkruis. Trouwens, er zijn twee hoorzittingen. Ik zou zeggen, kom allemaal daar naartoe. Laat je stem gelden voor een referendum, voor een fusie. We zien het, de tijd zal het leren. In elk geval, heren, bedankt dat jullie hier zijn geweest. Kijkers thuis, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.